Pair of running shoes, baby. Ik kan rennen. Ik ben die nieuwe Usain Bolt, baby. Let's go. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe serie. Het is eindelijk weer eens tijd voor Pocket Monsters. We gaan eindelijk weer Pokémon spelen. En we gaan niet zomaar Pokémon spelen. Wij gaan de Pokémon Black and White 2 Soul Link spelen met Sander van Gaming SB. What the freaking, gast. Dit is heel ziek. Daar zijn we weer, Sander. Heb je ja. Ja, zeker, Wing. Ja? Wat we gaan doen, we gaan de Soul Link doen. Het is randomized, dus de Pokémon zijn allemaal random. Nou ja, zeg. Randomized betekent gewoon dat het random is. Het is wel random, man. Ja. Wat leuk is, het is gewoon Nuzlocke-style. De eerste Pokémon die we tegenkomen, die mogen we vangen. Die wordt gelinkt aan de Pokémon aan de Pokémon van de ander die in die route heeft gevangen. We kijken niet per se naar types of zo, daar doen we verder niks mee. We gaan gewoon een game spelen die we allebei heel weinig hebben gespeeld. En ik denk dat het juist wel heel erg leuk maakt. Ja. Ja? Nou, dan zou ik zeggen, laten we verder gaan. Press okay. Starting. Waarom heb ik het gevoel alsof die... Volgens mij... Dat meen je. Wat heeft heb je mijn bovenste scherm nu... omgewisseld? Wacht, bovenste scherm is Jupiter. Professor, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, ik drukte op het verkeerde knopje. Oeps. Dus oké. Bij jou is bovenste ook. Nee, oké. Okay, ik heb de tekst speed al op snel gezet in de randomizer. Ik niet. Ik heb booming. Nee, in de randomizer heb ik dat gedaan, hè. Dus die is voor jou. Oh, zo bedoel je. Ja, oké. Okay. En we hoeven niet te speeden. Dat is ook wel nice. Lekker casual. Je kent mij en speeder button, hè. Ja, dat gaan we doen. Sandring past niet eens. Wat een hating. Fuck, man. Er brandt wel al de hele dag een vraag. Die ik eigenlijk je wou stellen in deze aflevering. De eerste aflevering. Betekent het nu we Pokémon spelen dat de intro momentjes van Sander weer terugkomen? Weet ik niet. Weet ik niet, zegt hij. Dat klinkt... Oh jee. Vandaar dat het zo lang duurde. Nee, dat was niet daarom. Nee. Oké. Exciting. Ik ben zo benieuwd wat je vindt. Sander heeft intro momentjes. Oh, wat trouwens ook nieuw is voor ons, we kunnen elkaars beeldscherm zien. En dat vind ik wel echt nice. Dat kan zien wat er bij jou ook gebeurt, dat is wel leuk. Ja, ik nu ook. Er stond nog een ander scherm voor. Oh. Ja. Hey, weet je, dit is de eerste keer, weet je. Het kan fout ingaan, hè. Zeker. Oh, ik heb mijn rifle trouwens Milanin genoemd. Nou ja, zeg, doe eens normaal. Kijk, weet je... I'm coming from the south, where we don't say the G. Ja. Zie, is in jouw opnameprogramma de muis ook te zien of niet? Als het goed is, niet. Oké, dan is het niet erg. Even kijken. Nee. Ik word gebelding. Oh, moeten we de opname stopzetten? Nee, je wordt gebeld in-game. Oh, dat had ik niet door. Nee, dat geeft niet. Yo, dit is zo leuk, Ing. I'm having very much fun, Ing. Nu wel. Mooi. Ik ben heel erg benieuwd welke Pokémon... Oh, ik mis nu al mijn running shoes. Ik wil mijn running shoes. Hey, als ik hem... What the freaking? Tuurlijk wil ik een Pokémon. Geef mij een Pokémon. Yo, ik ga sneller. Ja. Ik heb jou weer ingehaald, baby! Je hebt zeker een speed button gebruikt, Ing. Nee, echt niet. Ja. Dat kun je nu zien, trouwens. Kijk. Ja, inderdaad. Dan kan ik even boos worden op jou. Yo, dit wordt zo'n andere dynamic. Ik weet echt, nu gewoon, als ik speed button doe, dan kan ik niet zeggen van... Oh nee, niks hoor, Milanin. Nee, dan is het gewoon, dan zeg je van... What the fuck, gozer? Wat doe je nou met je leven? Je had het net beloofd. Nee, inderdaad. Ja. En ik kan ook zien wanneer je een Pokémon dood laat gaan. Oh, en ik kan niet liegen van... Nee. Wat? Ja. Dat werkt niet meer. Mijn acting skills. Booming. Ze hebben geen zin meer.
Nope. En die waren nogal zo goed. Maar je kunt wel mijn facecam nog steeds niet zien. Dat klopt. Dus je intro momentjes ook niet. Nee, mijn intro momentjes ook niet, want dat is gewoon in OBS. Dus. Ja. Ik had ook OBS moeten kunnen sharen, maar dat gaan we echt niet doen. Hè? Ik ga niet die intro momentjes nu al spoileren. I do not like the spoiling. Dat snap ik, King. Yo, wat is de Pokémon, hè? Ik ben ook zo benieuwd hoe het intro moment eruit ziet, zeg maar, op de camera. Oh, Dragonite, what the fuck? Aggron. Oh. Ziek. We hebben gewoon een zieke... Oké. Charm. We doen wel dat we geen grass met grass mogen linken, toch? Dat wel. Oh ja, dat bedoelde ik eigenlijk dat niet uitmaakt, maar dat is goed. Dat is maar het linken van Pokémon wel, alleen dan maakt het niet uit dat je typings anders moet hebben, toch? Oké, dat is dacht goed. Ik, of? Zullen we Dragonite Aggron gaan? Ja, dat is de of pro... Of moet ik voor Cresselia gaan? Ik ga voor Dragonite, dat is wel een goeie. Ik ga sowieso voor Aggron. Sorry weet hoor, maar... Weet je waarom ik voor Dragonite ga? Misschien heeft hij wel Dragon Rage. Kijk... En dan sweep ik in het begin gewoon heel dat veel. Dat is waar. Het is alleen, je hebt 4 times Ice Weakness. En bij Cresselia heb je geen 4 times. Hoe ga ik hem noemen? Ik weet niet of je mijn naam hebt gezien. Ik vind hem leuk. Nee, ik heb hem niet gezien hoor. Dat zou je vanzelf zien. Ja. Drogon. Die van mij is leuk. Ja? Ja man, sowieso. Ik ben echt hyped. Ik heb een voor de mensen die denken van, jullie hebben toch nog nooit de Soul Link gedaan? Jawel. Je hebt het fout. Ga direct naar mijn kanaal. Nee, dat hoeft niet. Maar op mijn kanaal hebben we een Soul Link gedaan. We hebben zo'n 30 pogingen ongeveer gedaan en de 30ste gingen we alsnog dood bijkomen. Ja, dat ging niet echt heel maar, goed, nee. Toen deden we dus nog met de regel dat je ook, als ik een grass type heb, dat ik dus ook, dat Milan ook geen grass type mag vangen en ik geen tweede grass type mag hebben. Ja, nu doen we alleen dat niet dezelfde Pokémon gelinkt mogen zijn. Dus geen grass met grass. Dat is het enige. En mocht dat wel zo zijn, dan is het gewoon een reroll, toch? Ja. Dat wel. Ja. Alleen dan moet... Oh, hij heeft de Cresselia. Maar ja, de Nuzlocke begint pas als we... Nee, dat klopt. Pokeballs hebben. Dat klopt, in. Kibooming. Oeh, Cloud9 heeft mijn Dragonite. Is hij niet super effective voor mij? Aangezien ik Ground ben? Of ben ik Rock? Je bent Rock. Steel okay. Rock. En je bent Steel, dus dan... Oh, ja. Fight is hij ook, hè? Breloom. Is dat super effective op steel? Ja. Oh, ik heb denk ik Flame Body. What the frick? Oh, dat is fucking nice. Flame Body is fucking nice. Dat is ook nice. Goed. Ja hoor, Iron heeft Flame Body. Ik heb nou... Iron. Ja, ik denk vertaal het eventjes. Want niet iedereen is zo goed in die Engels ing. Maar dan had het toch Ironing moeten zijn? Nee, ik vertaal het van het Engels naar het Nederlands. Oh ja. Ik was bijna even... Je liet me eventjes schrikking. What the freaking. Maar Sander, deze Cresselia... Die had ik beter kunnen kiezen. En die heeft Confusion. En dat is best wel een goede aanval. Oh, en ik miste... En Dragon Knight heeft... Twister Rodriguez. Ah. Als enige. Nee, hij heeft ook Rap, Leer en Thunderwave. Oh. Nee, daar word je niet heel vrolijk van. Ja, hij heeft me gedubbelteamed. Die vuile bitch dit. Oeh, je had echt Cresselia moeten kiezen. Dat kan echt heel handig zijn als je tegen een hele goede Pokémon moet. Hij is denk ik bijna plus 6 evasiveness. Dat is eng. Dat is scarying. Zeker enging. Scarying, storying, kabooming. Oh, wat. Oh, hij is nu plus 6 dan. Hij blijft nog steeds dubbelteamen. Oeh. Oh, voor de mensen trouwens. Oh, als ik te veel naar links kijk... daar staat Milan's scherm. Dus ja, als er bij Milan iets gebeurt en bij mij niet, dan weet je dus dat het komt dat ik dan met Milan meekijk. Precies. Eigenlijk. Dus dat.
Oh, 1 HP. Ik kan nog winnen, maar ik denk niet dat ik deze win. Maar dat is op zich niet zo erg. Nee, nou, als hij nou een keer raakt en hij steeds dubbelteam blijft doen. Maar waarom doet hij geen confusion meer dan? Oh, ik raak 2 twisters achter elkaar. Crit? Nee, geen crit. Ah. Wat een luck. Hij raakt wel meteen, tuurlijk. Ja, oh ja, je hebt natuurlijk ook geen... Nevermind. Maar deze is ook geen rerun. Oh nee, je mag gewoon We hebben echt. Geen pokeballs, hè. Dus dit mag gewoon. Nee, maar ik bedoel... Nee, ik bedoelde meer dat je hem opnieuw moest encounteren, zeg maar. Oh nee, nee. Gelukkig. Heb je jouw ability al gecheckt? Ja, ja, Cloud9. Cloud9. Oh ja, dat had je wel gezegd. Nevermind. Oh, wacht. I wasing, not opleiding. Dat geeft niet ding. Ik moet zo alleen nog eventjes mijn... voor de kijkers, ik heb ook een tekstbestandje waar ik inzet welke Pokémon er gelinkt zijn. Ja, dat is slimming. Pair of running shoes, baby. Ik kan rennen, ik ben die nieuwe Usain Bolt, baby. Let's go. Dragonite Aggron. Iron. Nee, Iron. Dat vind ik wel echt grappig. Dat is echt een Sander naam. En dat is positief. Ja. Ik had, spoiler alert, in vandaag ook een... Oh, we hebben vier. Ja, weet ik. Ik had vandaag Licky Licky gevangen in mijn Omega Ruby ding. Nice. Alleen ik wist dus echt geen naam, dus ik zat te denken. Dus op een gegeven moment noemde ik hem Eel, want... Oh, de marks zijn ook randomized. Nee, dat zijn mails. Ik denk dat je normaal ook al daar mails kan kopen. Oh ja, de mails zijn alleen randomized. In de nieuwere generations kan je de secondary mark kan je randomizen. Maar dat kan in deze nog niet. Volgens mij pas Oké. Ik heb rennende schoenie. Maar ja, toen heb ik hem dus Eel genoemd. Alleen de hoofdletter I en de L lijkt... En nogal op elkaar, dus toen leek het net alsof er Lel stond. Wat nog raarder is. Nee, jij mag alvast verder gaan hoor. Ja, ik weet niet zo goed op welke kant ik op moet. Ja, recht naar boven. Wel. Ja. Ik denk, moet ik nou terug naar Meester Mama? Doe jij de eerste encounter hier? Ja, dat is goed. De Nuzlocke is officieel begonnen. Maar ik heb ook van die potionings. Yo, Bianca, ga je me even laten zien hoe vangen werkt? Want ik weet nog niet hoe dat moet. Komt zij zo'n dikke Pokémon tegen? Zo'n Rayquaza? Dialga. Purrlong. Oh, dit is standaard. Oh. Nee, standaard is toch Petrat? Nee, want ik heb ook een Purrloin. Oh. Dan is deze misschien is Petrus in de originele Black and White. Ja, dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Purloin is ook een kat Pokémon. Dat klopt. Miauw. Kat tegen hond. Ik denk dat ze daarom misschien hebben gedaan. Oh, dat is wel funny. Maar dan zou de kat moeten winnen. Dat doet hij niet, in. Want die is doding. Almost. In een Pokéball. Dat is wel zielig. Hey, Mr. Bianca, weet je wat je mag? De pol op! Mr. Bianca? Ja. Oké. Alles mag tegenwoordig, hè? We doen hier niet aan discriminationing. Nee. Oeh, Boveland. Oh ja, ik was eventjes vergeten dat het randomized was. Wow. Boveland. Omastar. Op zich wel een decent pair. Zeker. Dit zou wel echt een cup pair zijn als je deed dat je... Waarom doe ik direct dan Pokéball? Of is dit Guaranteed Capture? Ja, dat vraag ik me ook af. Nee. Oké. Maar met hoe we origineel deden was het echt een cup pair. Want normal komt heel veel voor en water komt juist. Wat? Zag je wat er gebeurde? Nee. Ik deed Thunder Wave, maar hij heeft Motor Drive, dus ik booste zijn speed. Oh, dat is kut. Wauw. Nou, het is wel fucking goed als ik hem vang. Ja, dat is waar. Oké, ik heb bijna de Boveland gekild. Ja, maar hij is wel mooi in het rood. Dat is waar. Maar dit had fout kunnen gaan, Ing.
Pokeballing. Geen shaking. What the fuck? Hoe hoog is die capture rate dan wel niet? Needing. Oh ja, ik heb een fossiel. Fossiels zijn super lastig te vangen. Nou, schijnbaar Boovalands ook. Ja. Ik dacht ik paralyze die om een star, maar ja, als hij opeens motor drive heeft. Ja. Niet eens één shake, kom op, oma ster. Ik heb bij één shake zo net. Maar willen we hier al onze pokeballs aan naartoe gooien? Ja, nou, het probleem met deze game is dat je zo weinig dingen krijgt. Ah, ja, dat is wel waar. Weet je wat? We gaan tot de 5 balls. Ik weet niet hoe ver jij al bent met pokeballs gooien. Nou, mag ik nog eentje gooien? Shoot. Shoot kan wel. Ja, dan is het nog 1. Aan de andere kant, als we... Wacht eventjes voordat je gaat runnen. Ja. Ik weet niet hoe ver jij wel bent, maar... Je moet wel goed over nadenken. Want als we nu... We hebben ook niet zoveel geld, maar... Als we nu zeggen, we stoppen ermee. Mm-hmm. Dan hebben we deze, één van de 3, voor de eerste gym. Hebben we sowieso al niet. Dus, dan hebben we nog 2 over. Misschien kunnen we dan beter al onze ballen. We hebben weinig geld, maar volgens mij komen er best snel al trainers. Dan krijgen we iets van geld en dan kunnen we het... proberen. Ja, ja, ik verwacht alleen echt niet dat ik die om een star ga vangen, maar we kunnen blijven proberen. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat slim is. Misschien is het toch... Oké, je hebt sowieso nog eentje. Gooi nog eentje. Dan ga ik ondertussen nadenken wat slim is. Want mijn Boevenland gaat ook niet echt heel makkelijk. We kijken eerst, zit die van jou nu? Oh, 3 keer. Oh, ik wou net zeggen, zit die van jou nu? Dan kan ik misschien het best gewoon die boevenland proberen. Maar zullen nu zou ik zeggen runnen. Laten we hem killen. Ja, killen dan. Want killen. Is ja. XP. Nee, misschien... Oh, kut. Ja. Oh, ik ben geflinched. Nee. Laat ik mezelf eerst even healen. Ik wou net zeggen, als je er niet uitkomt... Je mag in principe ook runnen. Ja. Oh, jij bent ook nog level 5. Ja, omdat je natuurlijk die eerste niet... ja. Heb ik... Oh, ik heb amper damage. Oh ja, omdat de meeste normal type moves doen niks om bij. Oké. Pokeballs zijn wel gerandomized, toch? Ja. Dus misschien is het wel nugget en we meteen monies. Ja, dat zou wel chill zijn. Heel ziek. Seeking, die zit in deze game namelijk. Dat klopt, ja. Wel jammer dat het niet je starter was. Een sweetheart, dat kan nooit goed zijn. Ik ben ook wel tevreden met zo'n eier. Hey, een Ekans. Oh, ik dacht eventjes, is dat je encounter? Nee. Nou, misschien was dat wel beter geweest als encounter. Ik heb in het begin liever wat slechtere Pokémon die ik kan vangen dan allemaal Legends of zo. Mm-hmm. Arceus? Ja, bijvoorbeeld. Alhoewel, die kan tegenwoordig ook gewoon in een pokeball gevangen worden. Het is alleen jammer dat die dan niet geldt. Ik vind Alder zo'n vette champion, hè? Ja? In deze game is hij niet meer de champion, maar... Ik neurie mee met het tuintje. Maar Sander, je zingt nu toch de ekst. Is het dan nog wel neurieën? Oh. Nou, nee, eigenlijk klopt je het wel. Het is dan geen neurieën meer. Ja, dat was een prachtig liedje. Wat ik vind moet je? Wel iets van... Nee, iets meer. Even kijken. Ik ga 3 potions kopen. En met de rest koop pokeballs. Zodat ik ook nog een premierbal krijg, denk ik. Slim. Hoezo heb ik 500 extra monies? Oh, ik heb die eerste battle gewonnen. Och, wrijf het er maar in, Sandring. Nee, sorry, zo bedoel ik niet. Het spijt me, my landing. Oké, verwriting. Het spijt me, my. Maar je markt zijn dus niet gerandomized. Dat is wel jammer. Ik dacht dat dus ook... kon.
Ja, het zijn ook weer mails. Kan, ja, dat kan in de latere, kan dat. In de latere... Ja, ik dacht dat deze daar ook al bij hoorde. Maar... Schijnbaar dus niet, ding. Helaas, ding. Het is wel helaas, ding, ja. Boksandering. Oh, jij hebt me ingehaald. Hoe kan dat nou? Ik ben zo snelpie. 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 Oh, ja. Nou, moet maar speed up gebruiken. Nee, 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 Sandering. Je bent een vuile bitch. Oké. Moeten we gewoon die ranch op? Weet je welke route het was waar we net geen Pokémon hadden? Nee. Nou, ik denk route 19, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik loop al terug. Ah, heb je dat niet opgeschreven? Nee. 19 in. Ja. Oké, maar volgens mij was dat niet waar geen gras is? Jawel, hier is wel gras. Oké. Hey, trouwens. Volgens mij hebben we beide ook een andere move dan normal, toch? Een andere move dan normal? Ja, ja dus... Ja, 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 dus als we tegen geest dan, als we tegen geest zouden moeten, dan halen we het ook. Dat hadden wij toen toch, met onze cage vlog. Ja, dat klopt, ja. Toen ging het eindelijk goed en toen was een van de... Toen hadden we eindelijk een goede Pokémon als starter. Fans. Als ik nou dood ben, dan word ik echt boos. Oh nee, het valt echt mee, never mind. Ja. Ik werd gerevenged, ik dacht van, nou, dat was het. Ja. Ja, dat kan maar zo over zijn. Net zoals counter... Yep. Countering. Countering. Dat is wel als chill, want Wobbuffet zijn niet zo'n Nuzlocke killer als je randomizing doet. Dat klopt. De abilities in ieder geval. Ik doe de eerste. Is dit nog zo'n trainering? Oh ja, dat is nog een trainer. Ik doe de eerste encounter in deze route. Spanning. Spanning. Oké, maar eerst deze trainer. Dat is Last Isabella. Met Entei. Entei. Oh, die is super kut. Tegen jou. Heb je een maar ik heb Mudshot. Oké. Of met bom. Met slap. Oh, dat is echt kut. Oh, maar hij doet leer. Er is kans. Ik moet er geshuckle. Daar kan ik van leren, maar... Don't fuckle with chuckle. Nou, I do not fuckle with Entei either, maar... Eatering. Sorry, ik zal even goed Engels praten. Als ik Eater, dat is een item. Die zit in deze game. Bite. Oké, ik denk... Misschien heeft hij nog geen Ember. Misschien leert hij pas Ember op level 5 in. Dat zou grappig zijn. En je critten, al heel nice. Ja. Oké, dit overleef ik wel. Bite. Twister Rodriguez. Oh, hij is niet dood. Oeh, Roa, pas op, hè. Ja, maar ik win nu. Ik had je echt afgemaakt als je dat verloor. Als het een speed tie was geweest... Yep. Oeh. Had ik niet dood geweest, hoor, want dat had hij niet gehaald. Roar, het wordt toch juist sterker? Maar, ja, dat weet ik, maar dan had hij het nog niet gehaald. Maar ik kreeg maar 64 monies. Dat is echt helemaal niks. We kregen net zoveel monies als de kutste Mario game. Mario 64. Kwing. Oh ja, je ziet me... Jammer. Dan zag je die zieke dis die ik deed. Die zieke dab bedoel ik. Dat is geen dis. Een X-speed. Ground is trouwens natuurlijk ook niet... Stab. Stab, omdat ik... Oké, mijn encounter. Oké, dan ga ik... Een Caterpie! Op weet zich... Weet je wat? Ik ben haat ik niet eens niet. Verdrietig over. Nee. En Bug-types zijn vaak early game best wel goed, hè? Mm-hmm. Moet je niet vergeten. Sixigoon. Oké. Allemaal we hebben tenminste helemaal niet iets. Erg. Ik vind, oké, we hebben tenminste iets. Precies. Trace kan heel kut zijn, maar kan ook heel goed zijn. Ga ik hem verzwakken? Misschien. Misschien Mudslap. Het is niet stab en doet niet zoveel. En, maar je hebt het wel 6 levels hoger, hè? Ja, maar zou dat... Het is ook maar een Sixigoon. Ik denk dat het killt. Sixigoon zou ik gewoon een pokebal op durven gooien. Oké, als jij het zegt. Ik heb de 10, dus op zich, als eentje niet zit, is wel erg
want dan heb ik een 9 over. Ik kan mijn brein niet zo goed tegen, maar oh, god. Hij deed niet één shaky. Ik heb een Caterpie. Ja, hij deed geen shaky bij mij. Nee, dat deed hij bij mij de eerste ook niet, maar bij de tweede was hij raking. Hij is nog hoping. 1, 2, 3. Ja! Yay! Nou, dat is mooi. Dan hebben we 8 pokeballs over. Dat is op zich al redelijk. Ja. En het is een even getal, dus daar gaat mijn brein niet beter op. Oké, Sixcoon. Wat dacht je van... Hoe ga je hem noemen? Ja, dat weet ik nog niet. Kijk. Van Boterij. Fuck. Wel nice dat we in een pair hebben. In route 20. Oh. Dat vind ik een topnaam. Ik ga gewoon alles vernederlandsen. Lijnoen. More like Lijnoen. Wauw. Nou, oké, ik wist ook niks. Normaal ben ik beter met die naampjes. Maar voor sommige Pokémon is het echt heel lastig. Ja, oh, fuck. Nee, oké, ik ben Steel-type. Op zich, ik ben Steel-type. Dat scheelt. Ik ben tegen die trainer aan het vechten namelijk. En hij heeft zo'n Weezing. Nee, ik was bang voor Explosion of Self-Destruct, ik weet niet welke die heeft. Maar ik ben zo'n Steel-type, dus ik denk, al zou hij dat nu doen... Ik denk dat het niet heel veel doet. Heeft hij op level 4 überhaupt een van die moves al? Weet ik niet. Ik ook niet. Maar daar was ik wel bang voor. Gligar. Oeh, die is ook wel vet. Maar het is een trainering. Ja, dat is jammering. Jammering. Ik doe wel mutslap nog een keer. Mutslap, lowert dat ook speed of accuracy eigenlijk? Of doet dat niks? Nee, dat is muts. Bomb? Ja, één van die... Ja, mud volgens mij is... Mudshot. Muddy water, nee. Nee. Ik wil niet meer wat. Ja, nu ben je aan het kudding. Kudding. Hoe kan het zijn dat ik zo weinig monies krijg? What the fuck? De gamehaartje? Ja, blijkbaar. De range. Ja, jij mag de range dressing als eerste. Oh, moet ik dat als eerste doen? Ik wou eerst nog even pokeballs. Oh, dat is niet erg. Dan ga ik heel eventjes... het dingetje updaten. Want dat ging net niet helemaal goed. Oké. Okay. No. Zullen we dit als cliffhanger doen trouwens? Oeh. En dan volgende aflevering. Ik zo'n nieuwe. Ik denk dat een goed idee is. Ik voel die wel. Ja. Dat is mooi. Ja, laten we dat doen. Oké, dan wil ik iedereen graag bedanken voor het kijken van de eerste aflevering van Pokémon Black and White 2 Soul Link van Sander van Gaming SB. Vergeet zeker Sanders kanaal niet te checken in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering. Adios, amigos.